kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Bianca. Ja, en het is weer zover. We doen er nog één. Een adventkalender. Ik moest hem even omdraaien. Ja, we doen er nog één. We hebben er hierna nog twee. Dus voorlopig hebben we nog genoeg te bekijken. We doen er eentje van de Action. Dit is de Spakelen advent. Hij is lekker dik en groot. Dus dat is mooi. Hij zit gewoon nog nieuw in de verpakking zoals je ziet. De naadjes zitten er nog op, dus ik heb niet gespiekt. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dus ga er lekker voor klaar zitten. En in de tussentijd, doe dan een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Doe een abonneren op mijn YouTube kanaal. En nog één ding. Ik heb het al bij de ASMR video al doorgegeven. Ik ben deze doos aan het uitpakken. En ik kwam een doosje tegen. En dat is dit. En ik dacht ik van... Toen ik die sier aan het uitpakken was, tenminste aan het om uit de knoop halen en uitzoeken of ik nog wil houden, dacht ik ineens, hey, ik ga een giveaway doen. Dus ik heb wat sieraadjes, die ga ik hierin doen. Ik doe niet alles, ik doe ook doneren aan andere mensen. En als ik wat uit de adventkalenders heb die ik niet wil hebben, doe ik dit in dit doosje. Tenzij dat het groter wordt of meer wordt dan dit doosje. Dan ga ik op zoek naar een ander doosje. En dan ga ik die eens vullen. Kijk, dus het is gewoon een normaal leeg doosje. Dus dan ga ik die vullen. En dan, hoe kan je dan kans maken om hem te kunnen winnen? Nou, het zit namelijk zo. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik hartstikke tof vinden. Maak daar een screenshot van. En stuur hem in mijn DM van mijn Instagram pagina. Back to Beauty met dubbel Grieks ei. Ik zal nog een keer een linkje in de, hieronder zetten. Ook nog een keer in de beschrijving nog een keer. Hoe de mijn Instagram pagina heet. Volg me daar ook het liefste. Dat zou ik super tof vinden. Hoe beter je me volgt, hoe meer kans je maakt. Maak er een foto. Stuur die foto's in de DM'tje naar me toe. Dan grabbel ik je naam eruit. Dan schrijf ik je van op. Doe ik hem in een potje. En dan als ik de laatste heb gedaan, is die van Rituals. Als ik die heb gedaan, dan grabbel ik er eentje uit. En dan... Strikje piept een beetje, die wil naar buiten. Want mijn man is in de tuin bezig. Maar goed. Dan doe ik allemaal in een bakje. Ga ik husselen. Trek ik iemand uit. En die is dan de gelukkige. Ik zal het allemaal filmen. Zodat jullie het allemaal zien dat ik het gewoon serieus doe. Ik heb me af en toe wel twijfels soms bij andere YouTubers. Want dan geven ze een giveaway. Maar ik zie nooit die giveaway echt weggaan. Zou ik maar zeggen. En ook nooit als ze hem op de post doen of iets. Maar ik wil het zo echt mogelijk laten zien dat het ook echt is. Strik jouw op. Zo echt mogelijk laten doen. Dat jullie er ook helemaal bij in meegaan. Dus wil je echt kans maken op dingen wat uit mijn adventkalender komt. Wat sieraden uit die ASMR video. Ja, doe dan zeer zeker reageren. Dan stop ik alles in dit doosje. Dan plak ik het dicht. Geheel op mijn kosten. Kost je helemaal niks. Alleen de moeite om een screenshot of een foto van te laten zien dat je echt geabonneerd bent. En ja, als gauw dat ik de laatste heb gedaan, ga ik dat in orde maken. Dus dan krijg je geheel kosteloos nog voor eind van het jaar nog een leuk pakketje met leuke dingetjes in. Dus ik hoop dat je het leuk vindt en dat doet. Zou ik super tof vinden. En laten we beginnen met het unboxen. Ja, daar is die dan. De kalender. We gaan hem doen. Ik heb er expres even een schaartje erbij gehouden. Want ik dacht, dat ga ik niet nog een keer doen. Dus dan gaan we hem helemaal openmaken voor jullie zo in beeld. Zo. Deze ben ik de video aan het uploaden voor YouTube van de ASMR video. Als ik dit opneem staat hij er nog niet op. Dan ben ik er wel bezig met opzetten. Maar mee dat je deze ziet staat het er al lang op. Goed, deze kaartje haal ik eraf. Want ik wil niet zien wat erin zit. Dus die gaat weg. Maar ik vind hem wel leuk met al die leuke huisjes. En hier heb je de achterkant. Momentje, ik ga heel even die hond helpen, want het is volgens mij ligt er een speelgoed onder zijn kast. En dan houdt hij niet op, want die zit precies daar zo. En die zit volgens mij zijn speelgoedje onder de kast. Dus ik ga hem even pakken, ik ben zo terug. Zo, daar ben ik weer. Ja, ja. Oh, mocht je afvragen, ik heb weer dat leuke knettervuurtje weer op mijn achtergrond knetteren. We zetten de kachel nog niet aan, maar dit is voor mijn gevoel het idee van, we hebben de kachel aan, dus we worden er lekker warm van. Effect. Goed. Hier hebben we hem dan, de doos nogmaals. Ik ga eens even kijken of ik de nummertje 1 kan vinden, maar aangezien... Oh, ik heb weer een beetje haar op mijn... net op de grond gelegen.
of ik er één kan vinden. Ik hoop dat dit vrij vlot gaat. Ik heb mijn twijfels. Ah ja, één. Eén zit namelijk hier. Die gaan we eens openmaken. Huisgaat. Huisgaat. Manliefjes binnen. Kijk, we maken de eerste open. Er zit een tubetje in. Ja. Ga je even kijken bij je salamander? Hij leeft nog steeds hoor. Kijk, zoals je ziet, een hele prachtige tube. Er staat op Jingle Twinkle Body Peeling. Ja, superleuk. En als het goed is, zijn ze ook gewoon netjes gesloten. Ja, kijk, zo gewoon netjes dicht. Dus dat is super tof. Ja, wie weet gaat dit misschien wel in de doosje. Je weet het niet, hè? Goed, dan gaan we nu naar 2. Ik hoop dat ik dit vrij vlotjes kan zoeken voor jullie. Dat het niet al te lang is, maar ik hou van lange video's. Dus, en zo niet, kan je het altijd doorscrollen. Even kijken hoor, het is wel een hele grote. 2, waar is 2? 2, oh! Dit wordt waarschijnlijk even doorknippen, waarschijnlijk. Even kijken. Dat vind ik altijd zo leuk van die doosjes. Je zoekt je eigen verloren naar een nummer. En dan ben je ook nog waarschijnlijk soms ook nog eens te snel met kijken, omdat je het vlug wil doen. Staat 2 wel op de kaart? Momentje, ik zet hem even op pauze. Ja, dat was ik weer. Mijn man die heeft hem voor me gevonden. Die zag hem zo. Als ik mijn man niet had, hè? Goed, we gaan hem openmaken. En dan moet je 2, die zat namelijk hier verborgen. Dus die gaan we openmaken. Even kijken hoor. Ja, maak hem maar open. Heb je 2 gevonden? Wat zit erin? Een glitterveldje. Oh. Is dat iets nieuws van de Action of zo? Alles vastplakken met plakband. We hebben een mooie gouden en zwarte kantje nagelveldje. Nummertje 3. Dan kan ik weer terug naar de achterkant, want die wist ik nog wel te vinden. Kijk. Die zit hier. Kijk, 3. Ja. En daar zit. Ik heb werkelijk geen idee. We gaan het eens bekijken. We gaan hem eruit. Oh, dit is denk ik zo'n handschoentje, denk ik. Ja, zo'n scrubhandschoen. Ja, die vind ik wel leuk. Want... Zo. Ik heb namelijk ook zo'n scrubhandschoen. Niet zozeer vanwege voor onder de douche. Maar om de haren te doen van de hond. We hebben een Jack Russell en een Tackle. En die Jack Russell die verhaart veel. En door dit zijn hoofd te doen, haal je al die dode loszittende haren mee weg. Ja, en dan kan je ook gewoon zo over je kleren doen en dan haal je het ook allemaal af. Dus het heeft multipurpose. Ja, hier ben ik wel blij mee. Ja, zo, die leggen we daar neer. Plastikje daar. Daar hebben we een nummertje 4. Die had ik ook al gevonden, die zat hier. Nummertje 4. Zo. 13 vooruit zichzelf al een beetje, maar dat doe ik voor jullie even zo. Er zit een tube in. En wat is dat voor tube? Dit is een tube handcream. Oh, die andere van vorig jaar, die was zo lekker, die handcreme. Kijk. Handcreme. Er zitten een beetje rare bobbeltjes in, net alsof dat het al is gebruikt. We gaan hem eens even openmaken. Hij is wel netjes gesloten, dus dat is wel top. Maar deze ga ik wel even openmaken. Want ik ben dol op handcremetjes.
Die vorige was ook zo lekker van luchtje. Maar deze wil alleen niet echt lekker open. Kijk, die wil niet echt lekker open. Maar even kijken of ik er een beetje uitkom. Even voor nu, want anders zijn mijn handen te vet. Alleen voor op de bovenkant. Ik weet niet of dit wel helemaal mijn favoriete luchtje is. Maar dan meng ik hem gewoon met een ander luchtje en dan is die ook lekker. Vind ik zelf. Goed, die hebben we. Nummertje 5. Die had ik ook gezien en die zat hier van boven. Daar zit in. Een hele kleine tubetje. Daar staat face mask. Trek je niet blaffen. Een hele kleine face maskje. Zoals je ziet ook netjes gesloten. Wie weet verdwijnt hij misschien ook wel in de doos. You never know. I keep you in a surprise loop. Goed, nummertje 6. Nummertje 6, die had ik volgens mij aan deze kant niet gezien. Maar die zit aan deze kant. Haha, daar hebben we nummer 6. Dat is volgens mij een wat groter, of niet? Dat zal ook wel een type wezen, denk ik. Oh, die dozen, hè. Het is mooi dat het stevig karton is, maar het scheurt zo makkelijk in. Goed. Daar hebben we de volgende tube. Ja, ja. Maar ik wil niet veel zeggen. Maar gelijk op de andere. Hier staat Jingle Jangle. Oh nee, Jingle Sparkle Face Scrub. Nou, we nemen het aan dat die wel gewoon gesloten is. Aan de binnenkant. Nummer 7. Die zit hiernaast. Dat is die hier. Een hele grote opening. Oh jee. Hier zit ook weer van dat troep op. Hier dit staat badconfetti. Even kijken. Confetti's, de Brian Bad. Ja, dat zijn allemaal andere talen. Maar dat ziet er een beetje uit als roze sterretjes. Zie je dat? Dat is wel gaaf. Dit vind ik wel leuk. Dit is wel leuk voor de kids ook. Goed, dan hebben we nummertje 7 gehad. Dan gaan we nummertje 8. Nummer 8 staat niet aan deze kant. Dus dan gaan we weer op. Nummertje 8, dat zit aan deze kant. Dat zal wel weer een tube zijn. Nee, het is geen tube. Het is namelijk een flesje. Een flesje. Cozy Nights Shampoo. Oeh. Ja, ja. En er zit altijd... die zat lossig. En zo'n dingetje om me open te doen. Maar ik draai hem even zo open. Want hij zit namelijk nog gewoon gesloten. Zit op zich wel lekker luchtje aan. Oh, spannend. Goed. 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ik zie geen 9. Dus ja, wel. Die zit gewoon naast 8. Zit 9. Meestal zo, hè. Dat naar 8, 9 komt. Ja. Zo, oh. Ik trek al de eerste eraf. Dan draaien we hem even, want die zat niet goed. Kijk, nog een flesje. Hier staat... Oh. Nou. Staat hierop. Mystic Joy Body Mist. Oeh.
body mist. Het is een beetje tegenlichting. Oeh, die ruikt wel lekker. Die weet ik niet of die erin komt hoor. Maar ruikt wel lekker. Tenzij dat mijn man er echt een hekel aan vindt. Want dan doen we hem maar. Maar die ruikt wel lekker. 9, gaan we nu naar 10. 10 staat dat op deze kant. Nee, dat staat niet aan deze kant. Staat 10 aan deze kant. 10 staat in deze kant. Precies helemaal hierboven in het hoekje. Nou, mogen we maken. Of we die nog niet genoeg hebben. Van deze badbruisjes. Die staan voetje op. Dus dan is het denk ik voor de voetenbad. Kijk, zo'n schattig voetje. Leuk. Nummer 11. Oh jee. Oh nee, hier niet. Oh nee. Kijk, hier zo hebben we nummer 11. Nou, ik voor deze kan ik wel verklappen. Deze zal in de doos zitten. Die geef ik wel weg. Een gouden kerstster van badbruis. Maar je kan hem ook als voetenbadje gebruiken. Snij hem gewoon door de helft en dan kan je er twee keer mee doen. Dus die zit er sowieso in. Dat vind ik wel leuk. Nummer 12. 12, die zit hier aan deze kant. Een flesje of een tube? Wat wordt het? Een flesje. Dus Cozy Night Conditioner. Zit hierin. Moet die er eens uithalen. Ik moet zeggen dat deze kleurtjes wel heel leuk zijn. Lekker oud roze met goud en zo. Dat vind ik wel leuk. Dit was een beetje de kleur van vorig jaar. Die had dat groen met dat goud. Maar ik vind dat roze met goud wel heel leuk. 13. 13 staat niet aan deze kant. Staat 13 aan deze kant? 13 staat... Ja, 13 was deze. Nou, die week kunnen we al een beetje verklappen wat erin zit natuurlijk. Als we dit zien. Kijk, dat bedoel ik dus. Je trekt zo snel het helemaal kapot. Nou. Nou, de kindjes hoeven hier geen ruzie te maken. Want onder die andere van de presenten zat er ook zo'n kleintje. Dit is ook zo'n leuk kleintje. Dus dat is wel leuk voor de kinderen. Hebben ze er allebei een. Eén een rooi en ander een roze. En een beetje zo uitpluizen zo. Zo, dan doen we even de video. Hoppa. Doen we dat ook in de tussentijd. Sluiten. Zo. Die staat in première. Jullie hebben hem al gezien, maar voor nu staat hij alvast klaar voor vanmiddag. Hoppatee. Dus leuk. Goed, dan gaan we naar 14. 14 staat niet aan deze kant. 14 staat hierboven het hoekje. Oh jee. Dat is zo jammer, hè. Niet dozen. Ik trek er helemaal af. Hier zit een tube. Dit is een body lotion. Mystic Joy. Oeh. Kunnen we die ook even ruiken hoe die ruikt? Ja, hij zit wel netjes dicht hoor. Maar... Zo. Ja, ruikt wel lekker. Wel lekker luchtje. Vind ik zelf. Goed. Welke nummer was dat nou ook alweer? 14. Dan gaan we op naar 15. 15. Oh, camera vast uit. Ja. We weten het allemaal, dat is een slaapmaskertje. Die doe ik gewoon leuk in de doos erbij. Dat vind ik wel leuk.
Dus jullie weten al twee dingetjes wat er in die doosje komt te zitten. 16. Die zit hier. Oh no. Voetencrème. Ta-ta-ta. Is wel chic hoor, deze. Is het wel een chique verpakking. Kijk. Zo. Even sniffen. Klein beetje. Oeh, ja. Die ruikt echt lekker. Ja, die gaan hier weg. Die ruikt echt lekker. Dit is echt een topper, deze. Echt wel. 17. Hoehoe, 17. Da. Die zit hier. Oeh, daar zit ook weer een rond potje in. Oh, dit ziet er wel chic uit hoor. Een body butter. Ja, dit soort dingetjes vind ik wel leuk. Kijk, dit is dus een reden van die Precisse-doos en deze. Deze was, denk ik... Ik weet het eigenlijk al niet meer. Ik denk dat er wel iets duurder was geweest als die van die Precisse. Maar hier heb je al veel meer leukere dingetjes dan uit die Precisse-doos. Maar goed. De body butter. En hier staat Cozy Night body butter. Dus we gaan eens even smellen of die lekker ruikt. Nee. Niet zo mijn luchtje. Dus ik denk, tenzij de mijn man er wel weg van is, dan overweeg ik hem nog. Maar anders doe ik hem in de doos. Dus dit is een misschien. Doosje is wel leuk. Maar goed. We hadden 16 opengemaakt, 17 opengemaakt. Dan gaan we nu naar 18. Die ziet ernaast. Hier. Hier zit weer een sterretje in. Ik denk dat dat een soort zeepje is. Een soapie. Soapie. Ik denk niet dat dit echt een bad dingetje is, maar zeepje. Hartstikke leuk. 19. 19 zit hier. Dit is een kleintje. Kijk, dat dingetje komen houden. Dit is een Cozy Night lippenbalsem. Nou, als dat hetzelfde luchtje heeft als die andere Cozy Night, dan ben ik er niet echt zo kapot van. Kijk. Ta-ta-ta-da. Nee, die ruikt toch weer anders. Spannend. Ik verklap nog niet veel, maar hij ruikt wel lekker. Maar ik weet niet of die in de doos komt. Nou, doe het dekseltje er maar op hoor. Ik heb gisteren ook al zo'n ruzie mee met zo eentje. Goed. 20. Die zit hiernaast. Ook een klein doosje. Hier hebben we er weer een. Een balletje. Een badbal. Altijd zo leuk om het uit de verpakking te zien te krijgen. Kijk. Een balletje. Superleuk. 21. Waar hebben we die? Ah, die hebben we aan deze kant. Oeh. Wat zien we hier? Oh. Zo. Ta-ta-ta-ta. Dit is een badkristal.
Dan gaan we naar 22. Die zit namelijk hier. Oh, ik heb er net het ook al gehaald. Dat is een Jingle Twinkle Face Wash. Een heel klein tubetje. Kijk. Zou het hetzelfde ruiken of zit hij ook gewoon niks gesloten? Hij is ook niks gesloten, kijk. Staat dat ook op deze kant? Volgens mij hebben we nu alles zo'n aan deze kant wel geopend. Ja. Dat is 24 en 23 zit aan deze kant. Nou, zit toch vaster dan ik dacht. De, oh, ik heb deze hem ook gelijk vast ook. Jingle Twinkle Day Cream. Nou, dat is weer zo jammer dat de dagcremetje weer zo klein is. En als het dagcreme is, dan, ja, dan is dat net weer te weinig in zo'n tubetje. Maar goed, wel leuk. Dan gaan we naar de laatste, nummertje 24. Die zit hier in deze hoekje. Het is geen grote, maar we gaan hem wel openen. Ik denk een tube. Oh. Nou. En er zit inderdaad een mooie, zo verhappen ze ook heel die doos helemaal, een mooie flesje in. Die ga ik zo in beeld zien, maar ja, einde van de rit is niet veel bijzonders. Als je doosje wel mooi wil houden voor de feestdagen, kan je hem hier altijd nog openmaken, dit eruit halen. En dan is dit nooit te beschadigd, dan kan je hem altijd nog leuk in je raamkozijn zetten. Maar ja, voor de rest is dit weer rijp voor de open haard. Goed. Hier zit nog een leuk flesje in. Komt hier nog leuk in beeld. Een beetje wazig. Hier staat Sour Gel Cozy Night. En dat is Shimmering. Staat erop. Ik hoop dat hij nog een beetje wil focussen. Mijn camera heeft een beetje last van focusproblemen. In het nieuwe jaar dan ga ik eens kijken voor een nieuwe lens. Maar voor nu moet ik het er nog even mee doen. Friemeltje openmaken, niet te veel. Op zich wel een lekker luchtje. Dus, haha. Nou, ik kan je alvast verklappen dat er een paar dingetjes in dit doosje gaan. Dat sowieso. Dus ik ga dit weer, zoals jullie al kennen van mij, nog even leuk uitstallen. Leuk neerzetten, zodat jullie nog één keer een mooie close-up shot hebben. Wat er nou werkelijk in zit. Ik hoop dat je het wel leuk hebt gevonden. Ik moet zeggen, ik raak hier wat enthousiaster van om het open te maken dan die van de prinsessen. Wat zou ik dit boxje voor geven voor cijfer? Ik denk toch wel een dikke 8. Ja. Er zijn nog een paar dingetjes dat ik denk van ja, dat had je van mij wel kunnen omdraaien. Hey, zoals bijvoorbeeld een, wat is het, zo fish scrub. Hè? Dat heb je zo grote, dan mag best wel een keer een engel kleinere. Bij de dagcrème in een wat grotere. Zijn er van die dingetjes die je hadden van mij mogen wisselen. Wat is dit? Hier heb je dan zo'n face mask. Ja, dat is al groot genoeg in zo'n kleintje doosje te stoppen. Dus ik heb, ja, alleen dit gebruik je meestal nooit. Tenminste, ik niet, om dit al voor je ogen te doen. Maar goed, ieder zijn eigen manier natuurlijk. Dus ja, ik vind dit wel een leuk doosje. Ik ben hier redelijk wel enthousiast van. Dit is, die ben ik leuk. Er zitten alleen een paar luchtjes bij. Die vind ik persoonlijk niet lekker. Maar een ander misschien weer juist. En wat ik lekker vind, vinden hun misschien niet lekker. Dus dat is natuurlijk altijd moeilijk natuurlijk om iedereen een plezier te doen. Dus er zitten altijd van allerlei luchtjes in. Ik kan niet helemaal neutraal doen, want dan is er ook geen kontje aan. Hè? Dus ik ga wat uitzoeken wat ik weg wil doen. Dat doe ik dan dadelijk in een doosje. Maar eerst ga ik een mooie shot maken. Dus nogmaals, wil je de kans van maken om zo'n doosje van mij te winnen? Ga dan mijn abonneerknop van de YouTube kanaal aanklikken van ik ga abonneren en volgen. Doe dat en maak er eens foto van. Stuur het in mijn DM of van mijn Instagram pagina. Ik zal het nog één keer in beeld brengen. Stuur het daarna op. Zie die foto en volg je mij toevallig ook op Instagram. Dat zou ik helemaal ook top vinden. Het is niet verplicht, maar ik zou het wel leuk vinden. Doe dat dan.
dan Joost's naam opschrijven, doe ik in een potje. En als ik de ritual doos heb uitgepakt, dan kan ik daarna iets naar jullie toe opsturen. Dan maak ik een aparte video van. Dat komt dan na de doos, die gouden doos. Ga ik dan al die namen dan grabbelen in een potje. Pak ik er een uit, lees ik die voor, laat ik zien. En dan laat ik ook zien met de foto wat ze hebben gebruikt als screenshot. Van als ze me ook echt werkelijk volgen. En ik hou voor de rest alles in privé. Ik zeg alleen je voornaam, misschien een achternaam of op wat voor naam je hebt op Instagram pagina. Dat laat ik als op die manier bewijs zien dat ik je er ook echt heb uitgetrokken. Ik laat zien dat er dan ook het doosje gevuld zit. Ik laat niet alles zien, want dan is dat voor jullie natuurlijk ook als diegene ontvangt ook een verrassing. Die stuur ik dan op. Ik ga ermee naar de winkel. Jullie zien dan ook dat ik het werkelijk op de post ga, dat pakje. En het redders komt natuurlijk niet in beeld. Ik hou netjes aan de privacyregels. Maar dan weten jullie dat ik het ook dan werkelijk echt op de post heb gedaan en dat verstuurd is. Ik hoop dat die persoon dan onder die video van ik heb een pakketje ontvangen en ik vind het leuk of vind het niet leuk. Of maakt niet uit wat dan jouw mening is. Dat moet je dan zelf bepalen. Maar in ieder geval dat hij dan op die manier binnen is. Je mag het ook in een DM'tje doen. Maar zo kunnen de mensen ook zien dat je dat ook werkelijk hebt ontvangen. Zo wil ik het netjes gaan doen. Dus, jongens en meisjes. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Nogmaals, doe duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. En ik zie jullie graag weer bij de volgende video van mij. Dus, ja. Toi, 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 toi. Ja, sorry, ik ben helemaal hyped. Ik ben zo blij. Waarom? Ik heb hier een salamander gevonden in de schuur achter in de tuin. We hebben een schuurtje gebouwd. En we hebben een watersalamandertje gevonden. Kan ik jullie een beeld doen? Ja, dat is misschien wel leuk, hè? Want voor de kinderen aan doen we hem nog heel even hier houden. Kijk. Er zitten gewoon gaatjes in, hoor, bovenin. Dus hij heeft gewoon zuurstof. Maar kijk dan. Een watersalamandertje. Dus je gaat straks gewoon weer netjes de natuur in. Maar de kinderen komen zo van school af. En dan kunnen ze hem nog even zien. En dan kunnen ze hem naar de bos brengen. Om hem daar gewoon netjes te verstoppen tussen de blaadjes. Dus we... Ik zie hem dat zonnekindertje tekeer gaan, jongens. Ja. Ja, leuk. Nou, hij wordt ook nog YouTube famous. Goed. Nou, nogmaals bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het toch leuk hebt gevonden. En ik zie jullie gauw weer. Doei!